Het netwerk is eigenlijk ontstaan 10 jaar geleden, toen het UWV eigenlijk het netwerk AV zelf in handen had. Maar het geld was op en toen hebben een aantal mensen die de 50-plus bijeenkomsten hadden dit overgenomen. Om de reden dat wij mensen eigenlijk wilden motiveren en stimuleren om eens te kijken of er ook banen voor hun gevonden konden worden. Het netwerk is ontstaan vanaf 2009 en binnenkort, 17 december, bestaan wij 10 jaar. Er zijn mensen die het heel plezierig vinden om te komen. Niet alleen om het netwerken, maar ook om een klein beetje hulp in hun zoeken naar werk. Op ons netwerkcafé presenteren wij PowerPoints en nodigen wij mensen uit om een presentatie te geven. En onder andere de FNV, uitzendbureaus, kleding. Onze doelgroep zijn mensen die eigenlijk werkloos zijn, die in de WW zitten. Niet de bijstandsmensen, want die komen bij een andere bijeenkomst. Maar dit is alleen voor WW-gerechtigden. Bij onze bijeenkomst komen er gemiddeld 35 tot 40 mensen. De vacatures bestaan eigenlijk uit technisch, vrachtwagenchauffeurs, administratief, ziekenzorg. Dat soort vacatures liggen dan klaar. Het opleidingsniveau is heel verschillend. Er zijn mensen die zitten zelfs in de chemie. Er zijn mensen die werken in het ziekenhuis, academicus. Maar er zijn ook veel lasters, vrachtwagenchauffeurs. De bedrijven waar de mensen meestal vandaan komen is Rijn. Dat is een groot bedrijf hier in Veendam. En dat zijn de ziekenhuizen, mensen die in de zorg werken. En er zijn natuurlijk ook mensen administratief. Wat we in de afgelopen 10 jaar hebben bereikt, dat wij een subsidie hebben ontvangen van de gemeente Veendam om te kunnen draaien en ook om onze materialen aan te schaffen. Daarbij zijn plus minus 17 à 19 mensen per jaar aan het werk gekomen. Dus we hebben wel heel wat bereikt. Het netwerkcafé vindt elke laatste dinsdag van de maand plaats in de Dukdolf te Veendam van 10 tot 12 uur onder het genot van een kop koffie of thee en de toegang is gratis.